geluid van de langzaam lopper. Maar een schip dat had een langzaam lopende motor of een snel lopende. Maar die langzaam lopende motor had dan een uitlaat langs de stuurrad met een pijp naar boven. Maar die oude Rup 3 die had het achter bij de roer, had die op het, net boven het water had hij een groot gat. En daar kwam dat geluid, dus een statische die motor en was het tabak, 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 tabak. En dan als hij dan wat sneller ging, tabak, 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 tabak. En dan wist hij of dat hij sneller ging en kwam hij dan aan. Dan ging dat geluid wat minder en dan wist je dat de haven naderde. En dan ging je kijken of dat de Hornet was. Het ging allemaal op gehoord geluid. Ja, ja. En die andere dan? Die andere, ja, dat was een snelloper, dat was meer... Ja. Meer hoor je het niet. Met deze vissen. Ja. Dan gingen we s'avonds om 11 uur weg en dan waren we om 4:30 of zo. Ja, nee, maar nog een uur dan gaan we weer bij. Ja, ja. De 10. Maar toen waren er ook mensen die kwamen hier in het begin met vakantie. Ja. Schipper, mogen we mee? Ja. Wat interessant, hè, met die Hornet vissen. Ja. Wow, staat maar aan boord. Kom maar hoor. Maar ja, toen wisten niet wat zeeziekte was. Nee, dat had je in de trein niet. Nee. Dus ze gingen mee en dan lagen we hier voor de kust en zagen we de vuurtoren en we zagen de contouren van overflakkeer. Mm-hmm. En toen zei die man, die weer wet, hè, en die ging diep ademen, ja. En die zei, vergaan er wel eens van die bootjes? Ja, gemiddeld 2-3 in een week, zei hij zo. En die ging al een diepe zuchten. Ja. En die weer wet en... Hij zei, schipper, de wc, waar is de... Oh, is geen wc. Kom maar mee, zei, kom maar mee. Hij deed luik open. Je ziet dat tunnel, hij zei, dat is uw wc. Hij zei, zoek dat maar uit, het luik weer dicht. Oh, en Willy stond gewoon aan boord. Ja, wat gebeurt er, daar weet je niks van. Nee. Maar dan hoort hij later, ja, misschien een kwartier later, toen ging dat luik zo'n eindje open, dan zag hij me twee angstige ogen en een wit gezicht. Ja. En toen zei hij, kom maar naar boven. En toen kwam hij boven en toen zei ze, hij niks, ben je geen tunnetje of zo? Nee, dat kan ik niet. Zitten. Hij zei, je krijgt een doos sigaar als jij het voor me doet. Dus die schepper die gewoon naar beneden en die doet zijn hand voor zijn neus zo. Oh. Die kiept het zo verboord. Ja. En die zat het schone tunnetje weer beneden en toen was alles klaar. Ja. Toen was de visserij was afgelopen, gingen we terug naar de haven. Ja. Hij zei, waar kan ik van boord? Nou, hij zit, dan zat ik hem wel even tegen de kant. Hij zit hier, kan je wel aan van boord springen. Hij springt van boord, hij gooit rechtstreeks naar Cor van Pie. En hij gooit door zijn garen halen en ja. Hij gaat gelukkig door zijn garen. Dat was het wel uit. Oh. Ja, ja. Ja. Ja, maar zulke dingen merk je nu niet meer mee. Nee. Want er is nergens geen tijd meer voor. Nee, dat is zo jammer. Ja, dat is zeker jammer. De romantiek is weg. Tijd is geld en zo, ja. Dat is zo jammer. Ja, ja. En dat zie je overal. Hè? Al die mooie dingen gaan weg. Als mijn broer zou overhalen, nou, dan geloof ik niet meer. Dat de schepper gewoon een pakje boter had hij. En dat deed ze dan het brood smeren. Ja. En dat leidt gewoon in de kooi los. Ja, ja. Op een gegeven moment leidt, zou ik maar zeggen, onder ze met slinger of zo. Ja. En dan wou hij zijn brood smeren. En zegt, ik snap niet wat een pakje boter is. Dat, de smeren. Ja. Dus hé, dat ligt hier, joh. Dan was het hemel, was het zo plat, dan had hij opgelegd. Onder het bed of onder de matras of zo. Ja, dat is een niet te veel. Geen brood ging eronder. Ik kon dus gewoon van het matras. Ja. Van de zijn naar zo'n brood. Niet te geloven. Ja, ik was een jongen van een jaar 14 of met een nacht op Fitsi. Van daar heb je hier en dik toe. Ja. Wat 14 jaar, hè? 14 jaar. 14 jaar, ja. Jezus. En dan moest ik een half uur eerder naar boord toe om de kachel om te steken. Voor de anderen. Want er moest de koffie moest klaar wezen en de kachel moest warm. Jee. En dan vertrok iedereen. Ja. Ja, als er voldoende water was. Ja. Want als het lang water was, kon je de haven niet uit. Nee, dan kun je niet terug. Nee, dus toen moeten we een paar tien wezen. En dan die het lichtste lei, het hoogst, die kon weg. Ja. Maar die dieper in het water lei, die moest nog een half uur wachten. Die moest wachten, ja. Maar ik zag die ene boot nu in Stellendam. Wat was het ook alweer voor je, ja? De OD50. Ja. In Stellendam. Kijk die? Ja, dat brandt niet. Dat is een klein 50. Oh, dat kan wel.
Niet de oortjes. Die zeiden we gaan zo vertrekken, maar als je zag wat er allemaal aan het woord kwam eerst. Het kan toch vroeger nooit zo zijn geweest. Allemaal van een hele grote auto aan met allemaal ijzen. Nou, vroeger gingen ze eigenlijk maar van vloed of van vloed tot vloed, hè, hier vandaan. Ja, ja, ja. En die gaan een week of twee weken. Wat betekent dat van vloed tot vloed? Als de haven vol stond, ging je eruit en als de volgende dag weer vol stond, kwam je binnen. Binnen. Oh, ja. Dat bedoel je. Dus van 12 uur af. Ja. 12 uur af. Oh, ja. Oké. Okay. En dat was wel makkelijk. Ja. Want als je met laag water in de haven lag, dan moest je die manden allemaal heel hoog op de kade zetten. Mm. Ja, dan was het hoogwater, dan kon je ze zo aan. Precies. Ja, Als je het vertelt, begrijp je het allemaal. Ja. Maar de jeugd begrijpt het niet. Nee. Ik heb het natuurlijk nog gezien. Ik vond het zo mooi daar. Bij het cafeetje daar aan die haven. Waar die mensen met die manden allemaal. Ja. Kwamen en zo allemaal. Dat vond ik zo prachtig. En dat is gewoon allemaal weg. Ja. Hebben ze dan weer ingeruild voor die toeriesloeries met die. Hoe heet dat? Met die zeilschepen of zo. Hè? Ja, met die jachten en zo. Ja. Die plezierboot. Ja, dat is een hele nieuwe haven aan de andere kant. Dus die komen voor pleziervaart alleen. Ja. Ja, maar ze konden het nog niet meer uitvaren omdat daar die dam was. Maar vroeger waren hier die dam. Ik kan nog zonder dam gevaren hier vandaan. Ja, dat weet ik wel. Maar toen die dam kwam, toen ging dat niet meer. Nee, dat is jammer. Toen ben je hier binnen. Van hier naar Zeeland die dam. Oh. Die was er vroeger niet. Nee, maar hier binnen ben wel drie vesters gebleven die het op paling en oesters nog vesten. Dan werd het verdeeld, hoeveel perceel dat je had en dan vest je erop. Ja, dat was toch een mooie, het was wel een hard varken, maar het was een mooie tit eigenlijk. Ja, ja. Dat het was echt, ik vond het zo mooi, die altijd. Ik vond het echt. Het deed me stijver, eerst deed mijn lijf ook een stijver, zo dik. Zo, en dan een meter lang. Ja. En ik deed mijn lijstje ertussen, want dan vroegen ze aan elkaar, zetten ze vast. Ja. En deed men met de hand die met een hamer, met een bijl die kapot slaan. Jee. En dan tussen de vis aan mijn blokken. Och. En dan kon je handen nog bewegen dan wel daarna? Nou ja, dan kon je langer blijven vissen natuurlijk, want dan was dat ijs tussen. Precies, ja. Ja. We hadden de kratten zo aangevoerd met volgens mij al kapot ijs, anders kwam dat er niet in, hè? Nee, het waren gewoon allemaal, die kwamen uit Rotterdam met de RTM, met de tram kwamen die mee. En van die grote blokken zeker? Ja. Die zag ik in Afrika ook aankomen bij de vissers. Hè? Oh. Die hebben van die zulke grote, dikke blokken ijs en dan komt dat tussen de vis. Ja. Maar deze die blokken, deze die malen. En dan deed je zakken en dan gooit het ruim. En toen later het tijmachine is er gevonden. En als mag natuurlijk, zei de knop van en het ijs dat allemaal zo. Ja, dan komt nog dit jeugd, die weet er niet meer van of. Nee, die weet helemaal niet meer dat. Een oude oom. En dan was het potdek van de mist was dat. En dan zei ik, steek de motor maar aan. Ja. En dan gingen de butten de heiden. Ja. Allemaal helemaal geen zeg meer, want het was mistig. Ja. En dan hadden we een handlooitje. En dan moest ik altijd looien. En dan deed ik looien. En dan deed ik een hele nacht in mijn vestje. En cijfers, pot even de mest, ging met hij verkeerd. Ja. Geen raal daar. Ja. Enkel kompasje, voor de rest niks. Ja. En dan deed je, als je dan deed looien, dan keken we er rond. Oh, dat gaat wijterneren. Oh, we zetten tegen de rek aan. Dan moest je even looien, want dat moet klui wezen. Dan gooi je het lood overboord en dan keek het rond. Ja, het is klui. En daar kon je zeker van zijn als je het deed. Ja, maar dat deze, ook als het mooi weer was, als zonnetje in de lucht steekt, ook looien. Zo. En ook kijken, dus dan weer mestig en dan wisten ze pop. Hé, klopt. Ze vaarden eigenlijk in de donker en in de mist. Ja. En dan gingen ze een hele tijd, misschien 10 minuten of 11 minuten, zuidwaarts voor. Ja. En na die 11 minuten. Dan keken ze rondheen en was ze dan aan het water zagen, dan moesten ze hem verleggen, want anders kwam hij op een zandbank terecht. Hoe is mogelijk? Ja, maar dan moest je daarbij ook naar vissen. Ja. En als jongen. Allemaal in de gaten houden. Ze gaven 8. Als jongen, je sting in de stuur uit en op een gegeven moment, bij 14 jaar, dan ging de achtje dicht. Ja. Met in de nacht natuurlijk, maar je moest erbij. Ja. En dan kun je een por krijgen en dan zei ik, kan je ook in het donker zo verder vannacht? Als dit, of in de mist? Nee. Je ogen open houden.
Maar dan ja, moest maar je... dat kan toch niet altijd of wel? Nee, maar nee. Je moest wel doen. Je moest je armen ophouden. Je moest wachten. Je moest blijven kikken. Je kon niet slapen. Nee. Zou je oppassen voor die kachelbuis? Dat lijkt me wel ook eng, hè? Dat zal ook wel veel gebeurd zijn. Het is warm, hoor, deze. Ja. Zie je, nou praten ze allebei weer outdoors. Ja, leuk, hè? Leuk, ja. 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 Dat is zo leuk. Ja, ik had op de schepen zitten toen dat is al 6 jaar geleden. Ik ben de collega van mijn oom kom met die bom toen. Ja. Hier op de, tot op het monument stonden nog 3 jongens die Meijer ja. En ja. Dat waren collega's van me. Ik had de peer naar weken verder. Ja. En die is met een bom is die geëxplodeerd. Ja, hij zei, kon branden, is niet geëxplodeerd. Als het geëxplodeerd had, dan had ik veel schepen geweest. Maar die is zomaar leeg gelopen, zeg maar. Ja, fosforbom. Nee, het was gewoon een grote bom. Man. Ja, maar fosfor erin, die brand had. Was gewoon een die explodeerde niet. Dus die... Die hebben ze opgevist, of niet? Ja. Ja. Ja, maar ik weet er nog van, ik ga nog foto's ervan. Er leggen zo 5 bommen voor de stuur uit. Maar wisten ze dat ze zo'n bom hadden opgevist? Ja, natuurlijk. Ja, maar dat zag je natuurlijk op een gegeven moment. Trek je net open en zie je zo'n bom zitten. Ik weet nog goed dat ik de eerste mijn opvisten, een grote mijn centijver rond, aan met van die puppies erop. En dan zei je zoals zo'n puppy kapot wordt, en explodeert. Het eerste ook zag, ging dat puppy al dubbeld. Nou, ik weet het hallo. Dan leidden we allemaal makken. Dan deden we die mijn, dan kwamen ze aan boord en dat was zo'n dek koper, dacht ze erop, zo'n dek. Voor de koper, dan deden we al de buikgouden los draaien en trok om het hele spul eruit. En dan deden we die teksten, dan verkopen, maar dat wist er. Wij leidden die jongens dat oog van de naald bij gehoord. Verschrikkelijk, ja zeker. Dat lijkt me doodeng. Ja, je weet niet. Maar niet, dan had je niet van laat de hele boel maar weer zakken en wegwezen met die boot. Net en alles. Ja, maar dat deed men. Als er allemaal een bom hadden, leidde men de dek aan en dan gingen we op een wrak. En dan gooi je die bom boven op een wrak. Want normaal natuurlijk gooi je niet op een wrak vissen. Nee. Dus dan gooi je hem boven op een wrak gooi je die bom heen. Dus dan, dan kwam je niet zo gauw meer tegen. Nee, precies. Dus dan dumpten jullie die daar weer, maar dan moest je eerst weer eigenlijk. Maar dan was het risico weer natuurlijk van, wat zou het wezen? Zou het een dieptebom wezen? Het was natuurlijk een dieptebom, maar je gooit nog eens een keer overboord en je kans dat het explodeert. Ja. Dus dan deed men ongeveer en dan ook plop. En dan, het had toch te laden geweest ook. Dus. Ja. Ja, dan ben je dat... Een jaar of 7-8 terug, toen had ze ook zo'n dieptebom mee. Toch? Ja, dat was de goede 42. Ja. Een torpedo had hij, zo'n grote torpedo. Maar die zagen ze in het net zitten, die was denk ik, 1,6-7 meter lang, was het, was 30, misschien een 0,5 meter dik. Nee. En die zagen ze in het net zitten, de jongen timmer me af. En toen lieten ze zakken, het net zakken. En toen was het 30 meter onder het schip en toen explodeerde. En toen is heel de schip, het is zo 2 meter op boep, en toen weer terug. Toen werden die jongens, de enkels werden gebroken. Al de wasbakken van de muur, of al de apparatuur van boord, of allemaal kapot. Dan hebben ze nog geluk gehad, denk ik. Ja, dat is zeker. Dat hij natuurlijk op 10 meter water explodeert, door het hele schip weg geweest. Dat was klaar, Maar door de watermassa, omdat het zo diep onder het schip explodeerde, wie het schip helemaal druk gooit, en toen weer terug. Ja. En toen, Heer, het schip nog zat, niks meer uit. Al de beton wat in het schip bleef, de ballast, dat bleef allemaal zo los. Dat je zo met de jakker los en maken, bleef allemaal helemaal los. Onvoorstelbaar. Maar toen kwamen ze nog wel op tijd, zeg maar. Toen kwam er nog wel op tijd iemand, want het schip zal dan toch niet meer varen, of wel? Nee, maar de omstanders die zagen wat er gebeurde natuurlijk. Oh. Tenminste, de hulpen schoten. Dus er waren mensen omheen? Ja. Maar als jullie nou met die vissersboten, spreek je dan af dat je met een paar tegelijk gaat in de buurt? Of ga je alleen nergens heen? Nee, we gaan alleen. Ook dat we mijn eigen visserij had. Want op een gegeven moment hou je stekje in en de behoorlijk natuurlijk. Vis te vangen. Dan moest de as eerst kan de ander niet weten. Moet je niet een concurrent hebben die dat dan ook nog gaat wegvissen? En dan had je begin, toen ik gevist, dan had je een enkel kompasje. Dus je kon niet met elkaar praten, je wist van niks. Verschrikkelijk. Maar toen later kwam de zender kwam. Ja. Dus dan kon je een babbeltje maken. Maar toen waren ze slim, want dan deden ze een richtingzoeker als ze weer maken. Oh ja. Dus als je dan ging praten, dan ging ze gewoon met de richting zoeken en zei: waar zit hij? Ja. Die had gisteren dus de morgen ook. Dus in. Dat was natuurlijk slim. Ja. Ja, dat was mijn hartje. Hij kijkt natuurlijk, dat is nu op de computer, de hijven nu gewoon. Ja. En dat denk ik mijn compassie nog wel verder. En die 30, 40 jaar, die ontwikkeling, dat is gigantisch. Dus. Ja, nu heet alles GPS. Je weet precies wie waar zit. Ja, ze weten en is het daarom dat het daar niet meer zoveel opbrengt of zo?
Want die mannen. Ja, dat is ook nog wat mee aan. Want tegenwoordig zien ze gewoon nat, zien ze gewoon zakken op de bodem. Ja. En ze zien gewoon de vestigingen gewoon. Dus ja, dat is geen kunst. Is dat niet meer leuk? Nee, dat is geen kunst. Ik denk dat vroeger veel meer voldoening gaf. Ja, zoiets. Ja, dat was, want dan was het spannend, waarmee kom je thuis, wat vind je? Dat was ook meer kennis. Ja, precies. Aan het loodje proeven en aan het water donker of licht van kleur. Ja, want toen ik begon met vissen, dan was het overboord en voor de rest wist je niks. Maar ja, ik ga wel dichter zeggen, in die tijd, als je toen kennis had, van bij opvissen. Ja. Van krukjes. Ja. Oude krukjes. Ik ga natuurlijk nog heel zo oude krukjes. Ja. Nou, dan had je nog zo gezegd, dan had je gezegd, je bent miljonair. Ja. Dat snap ik, maar ik bedoel, dan had je nou zo gezeten, dan was je miljonair geweest. Ja. Maar wat had je dan voor een leven gehad? Nou ja, het was simpel de weg. Omdat er kwamen dingen aan boord, dan zei je, wat is dat nou? Hup, overboord. Ja. Maar die gooien zo over misschien voor 600 gewoon overboord. Ja. Een heel oud museum. Kruikjes die hadden opgevist, ja precies. Ja. En dat vind ik wel eens. Dat is jammer. Ja. Keugelflesjes, vroeger had je natuurlijk keugelflesjes in deze, natuurlijk, de limonade zat erin. Ja. Met zo'n keugeltje, die hadden wat opgevist en die slepen ze ook kapot in de boeien. Niet te geloven. En nu zie je het over 10, 12 euro. Die, niet dat ik nu om de geld te verlegen ben. Maar dan zei je, wat heb ik vroeger niet al weer erbij gegooid? Ja, kapot gegooid. Mammo kiezen. Ja. Op een gegeven moment vis met een tand of van haai, dat was zo dik was die. En dan was hij zo ivoor. En dan komt er een man aan boord die zei, joh, dat is mooi, joh. Je ziet dat, is schitterend. Je mag hem hebben. Ik zei, ja, natuurlijk, neem hem mee, dat ding, joh. En dan begon hij nog aan dingen. Ja, ik kan me voorstellen. Wat denk je, ben ik wel dom geweest. Ik weet hoeveel geld baat geweest. Ja, niet voor geld, maar het was leuk geweest. Want die was zeker zo dik als die beker. Dat was, echt zo'n haaientand of van een wolf of zo. Maar had je geen kennis van die geen kennis, dus je dacht dat... Dan weet je dat niet. Maar nu hadden als een prongstok op de schoorstenen stok. Ja, het was een mooi ding. Het was echt een prachtig ding was dat. Ja. Nou, dat vind ik jammer, zo'n dingen. Dat is puur omdat je geen kennis had. Want als ik nu ergens in een museum kom en zeg, joh, dat heb ik opgevist, dat heb ik opgevist, dat heb ik opgevist. Ja, precies, dat is wel leuk. Had je een museumpje gehad. Ja, dat vind ik wel iets jammer, zo'n dingen. En natuurlijk in de 60e jaren, dat was natuurlijk nog niet zo lang na de oorlog. Hmm. Dus je vis in allerlei oorlogen, toen vis je op, stekker van een cockpit, halve vliegtuigvleugels, vliegtuigmotors, vliegtuigpropellers, van alles. Niet te geloven. Want dat vis je op, want ik had een grote propeller in de tunnel. Ja, want dat is allemaal afgeschoten boven die zee. Ja. Daar is wat gebeurd, hè. Oh. Het is mijn tijd zover dat ik de molen in moet gaan pakken. Ja. Dus je mag hier rustig blijven zitten. Als je even de hond verwijdert dat ik er langs kan, dan... Dus je bent afhankelijk van ons nu? Of? Ja, of ik moet eruit uitslaan. Ja, dat vind ik ook heel goed. Ja, maar dat is ook... Ik heb nog iets... Ja, ik kan nog een paar minuten filmen. Hij moet nu toch weg. Hij moet stil. Ja.